Kijk, dat is een Shiba. Shiba die moet naar ongeveer dezelfde kant op als ik. We hebben nu nog twee auto's. Die auto die gaat dit weekend eruit. Oh, ik moet weer. Vandaag is een hele speciale dag. Ik krijg namelijk, of we krijgen, de sleutel van ons nieuwe huis. Echt bizar, vandaag is de dag. D-Day. Echt, oh, ik kon vannacht helemaal niet slapen. Ik zat allemaal te snapchatten, want oh, ik ben echt heel erg excited. Ik ben ook een beetje zenuwachtig hoor, want ik denk, ja, straks valt het tegen. Of zijn die kamers veel kleiner dan wat ik had verwacht. Of is de tuin, ziet er slechter uit. Want ik heb het huis 2 maanden geleden heb ik het gekocht. Dus er zit al, of 3 maanden geleden, en ik heb het 2 maanden niet gezien. Dus ja, ik ben veranderd en zo in het huis. Ik weet het niet. En ik heb het natuurlijk ook alleen maar gemeubileerd gezien. Dus nu zie ik het echt voor het eerst leeg. En ik ben echt heel erg excited. Ik ben heel erg benieuwd. Ook hoe het allemaal gaat en zo. We krijgen pas vanmiddag, eind van de middag, de sleutel. Dus ik ben vandaag gewoon nog een beetje aan het inpakken thuis en zo. En dan is het gewoon gaan werken. En ik ben net naar de schoonheidsspecialiste geweest. En ik heb mijn wenkbrauw laten epileren. Ik vind mijn wenkbrauwen echt altijd verschrikkelijke dingen. Ik kan echt, als ik er niks aan doe, dan worden het echt zulke vierkante stripfiguurblokken. Dus ik doe het zelf wel een beetje bijhouden, maar ik krijg het gewoon niet zo mooi als dat zij doet. Dit vind ik echt het allermooiste zo. Dus ik ben heel blij dat ze het nu weer heeft gedaan. En ondertussen ben ik nu aan het wachten op een parkeerplekje. Maar ik sta hier echt al een kwartier. En het is ook heel druk. Er komen ook steeds auto's voorbij. Maar ik ben als eerste als er een plekje is. Zullen jullie dat maar weten? Oké, ze zitten erin en ik weet niet of ik het kan zien. Maar het stop is dus best wel een beetje bruin. En ja, nu valt het wel weer een beetje mee. Nou, je ziet het wel. Je ziet het niet echt op de camera. Het lijkt me een wit stop. Maar het is echt een beetje bruin stop. Word maar lekker schoon, alstartjes van me. Hey, talking to you guys. Lekker, hè? Zo'n wasmachine die het werk doet. Soms denk ik wel eens over na. Wat als wij dit allemaal zouden moeten doen? Verschrikkelijk. We bought a house! Super cool! Oh, wat bizar! Echt heel erg, ik voel me echt wel meer dan jaren. Ja. Echt, we hebben een huis gekocht. Ik was niet in je hoofd, zeg maar. Een huis is zo groot. Ik denk, wat een huis. We hebben een huis. Ik vind het tegen mijn ouders. Ga je leven mee? Ga je leven mee naar ons, naar ons huis? Ik zag ons net al, we liepen naar de auto. Ik dacht, die ga ik straks op de oprit zetten. Ik ga een auto op de oprit zetten. Wow. We hebben een huis. Ik ben echt super blij. Echt heel blij. We gaan het heel snel allemaal laten zien. Ik ga straks allemaal foto's en filmpjes in het huis maken en zo. En er komt een tour, een huistour van het huis. Komt op mijn kanaal, op een Cup of Life. Of, het vlog, of niet het vlogkanaal dus, maar mijn persoonlijke kanaal. Daar kun je de huistour zien. En voor de rest zul je het wel heel veel in de achtergrond gaan zien en zo. En we gaan van het weekend ervoor schoonmaken en maandag verhuizen. Dus dan krijg je mezelf ook heel veel te zien. Maar ik ben heel blij dat we dit moment ook met jullie kunnen delen. En ook kunnen vloggen. Ook voor, ja, als we straks 80 zijn, dan laten ze dit soort filmpjes zien van... Precies. Kun je je voorstellen hoe zeg maar die PowerPoint-presentaties op verjaardag gaan als wij 80 zijn? Ja, hoeveel beeldmateriaal onze kinderen moeten gaan doorspitten? Zo! Kinderen, onthoud dit moment! Ja, echt heel leuk. Oh, mijn ouders die komen nu elk moment er ook aan en die dan gaan we naar het huis toe. Nou, ik kan niet stoppen met glimlachen. Ja, ik merk ik ben zo blij! Jenny, ben je er klaar voor? We gaan naar ons huis toe! Oh, dit is een nieuwe huis! Er komt er ook nog door. Niet weet. Ik denk dat hij voelt dat dit ons huis is. Zo'n idee heb ik gewoon. Of dat hij voelt hij is wel heel excited, dat, ja. Dat wij zo vrolijk zijn. Ja, hij voelt ons enthousiasme. Dit is, hij ruikt ook de katten, denk ik. Oh, tuurlijk. Dit is leuk, Charlie. Dit is ons huis. Dit is ons huis. Dit is ons huis. Hij kan wel. Ah. Lekker, Charlie. Ik miste een beetje het moment, maar voor de rest. Ja, dat moest je doen. Had je hem van tevoren niet geschud? Jawel, maar niet genoeg. Nou. De champagne, ja. Lekker. En ik heb net nog even snel gebak gehaald, want jullie houden zo van gebak.
De verkoopster bij de bakker die zei, de een is met aardbeien, dus dan denkt je moeder dat het gezond is. Dus ik heb er één met aardbeien doorbij gedaan. Ja, proost op ons huis, yay! Ik heb de preek van mijn vader. Ja. Nou. Proost. Oh, wel lekker een beetje champagne. Heel lekker. Dankjewel. Ik ben heel erg. Het is van ons beiden hoor. Oké, ik zal mama zo meteen bedanken. Nee, heel erg. Jij is de hoofd. Wat is het dan? Ik ben heel benieuwd. Ik durf het niet. Ik ben zo benieuwd. Weet je echt niet wat ik is? Heb echt geen idee. Nou, ik was zo bang. Nee, hij heeft echt geen idee. Ik heb echt geen idee. Charlie, ik heb echt langs. Werkelijk geen idee. Kom eens, toen ik papa hiermee binnen zag komen, toen dacht ik mag het echt niet hopen, want het is echt een te groot cadeau. Maar hier ben ik zo blij mee, maar Hans weet dan niet wat het is. Pak maar. Toen je dat zei, ja, toen dacht ik dit. Het is een Roomba! Oh, hier ben ik echt zo blij mee. Oh, ik wil zo graag een robotstofzuiger. En ik zei al, ik heb het vorige week nog met jullie over gehad. En toen zei ik nog, ja, maar dat zal nog wel een jaartje duren. Want dan moeten we eerst voor gaan sparen. Nu hebben we het. Dankjewel. Jullie zijn lief. Maar het is een beetje eigen gewin, want zij kwamen morgen schoonmaken. Dus ik dacht, we geven gelijk een pop. Ik zei nog tegen jullie, mag ik Roomba niet een dagje lenen? Ja. Want ik dacht, dan doet hij even een dagje het huis. Ja, ik ben er heel blij mee. Met roze papier. Oh, zie, wat is helemaal jouw ding? Yes. Oh, echt super leuk. Een Roomba. Als je het weet, we hebben een jaar geleden, vorig jaar hebben we aan jullie gegeven. Ja. Ja, vorig jaar heeft mijn vader hem aan mijn moeder gegeven voor Sinterklaas. En dat staat ook in een vlog volgens mij van 2 jaar geleden. Ik zal hem even in de beschrijving linken. Hij ziet er toch weer anders uit dan die van jullie. Weer net een editie anders, ja, ja. Dat zie je. Hij is net weer iets anders. Dat zijn broertjes. Ja. Nou, al die haren die hij achterlaat. Nou echt, van de week ook. Met een hond is het makkelijk en met een katten denk ik ook. Oké, ik ben echt zo knuis. Ik voel me echt een newbie. Ik zit dus nu net een hele live house tour te doen. En ik zeg tegen Hans, hoe kan dat? Alleen maar familie en vrienden die reageren en zo. Vervolgens kijk ik op mijn telefoon, zie ik allemaal berichtjes. Blijk ik dus gewoon op mijn persoonlijke pagina live te hebben gestreamd. In plaats van mijn Facebook pagina. Super stom. Maar goed, ik heb het daarna nog een keer opnieuw gedaan. Daarna nog een keer voor mijn blog gedaan. En nu ben ik moe. Dus nu gaan we lekker naar mijn ouders toe. We gaan lekker daar eten en zo. Ik moet wel zeggen, doordat ik nu 3 keer een house tour heb gedaan, voel ik me al een stuk meer thuis hier. Nou, ik wou hetzelfde. Ja. Ik heb ook nog, maar ik denk van, zoveel meer onthuis. Omdat je ja. 3 keer het hele rondje hebt gemaakt. 3 keer heb je het verteld aan vrienden, familie. 3 keer heb je reacties gekregen. Oh, nou, de 3e keer nog niet dan, maar... Heel grappig, maar goed. Wat zeggen we nu trouwens over het andere huis? We gaan naar huis? Of? Ja, ik dacht net ook. Ik wil zeggen, zullen we zo naar huis gaan? Ik dacht huis. Mm. Dus ik dacht, ja, zullen we zo naar de stad gaan? Nee, zullen we zo, nee. Ik denk dat we het als steedhuis even moeten nemen. Want we mogen het nu nog een weekend lang als steedhuis nemen. Zullen we zo naar ons vakantiehuis gaan? Ja. Ja. Zullen we, gaan straks naar ons vakantiehuisje. Ja. We hebben gewoon een weekend lang 2 huizen. Moet Charlie op de achterbank als hij in de auto zit. Omdat ik dus niet wil dat de auto vies wordt met al zijn haren. Want hij heeft ook nog eens witte haren. Het is zwarte bekleding. En hij heeft het niet zo naar zijn zin. Hij vindt het voor mij een beetje eng. Ik dacht, terwijl ik op Sifra wacht. Daar komt Sifra aan met een boeketje bloemen. Probeer ik hem een beetje gezelschap te houden hier. Dan wendt hij er misschien aan. Hey, tadaa! Nee, blijf zitten. Ik dacht, ik zou bij hem gaan zitten. Dan heeft hij wat gezelschap. Ah. Nee, jij blijft zitten. Terwijl hij bloemen gaat voor de oude bewoners van ons huis. Ik ga even gaan een bloemetje brengen, want ze hebben alles zo goed schoongemaakt en ze hebben sowieso... Het was echt een hele relaxte huisoverdracht. En ze waren heel erg meegaand en heel makkelijk. Maar ik heb even gewacht met het bloemetje natuurlijk kopen. Tot het huisrecht van ons is. Oké, we komen net thuis. Ik ben net even met Hans bij ons huis geweest. En we hebben daar even met de aannemer gepraat over de verbouwing. Dan ben ik heel erg moe thuis gekomen. Het is al laat. En mijn All-Star zaten dus nog in de wasmachine. Ik dacht, ik ga ze er vast wit uithalen. Niet dus, ze zijn nog steeds grijs. Ik denk ja, dat ik ze nog maar een keer ingooi. Mijn vensters zijn wel wit, maar ja, ook niet helemaal. Hé, shit, ik wil ze eigenlijk morgen aandoen. Terwijl het echt een heel lang wasprogramma ook was van 2,5 uur. Ik heb niet eens een kort wasprogramma gedaan, dus dat is niet gelukt. Dus ik ga het nu nog een keertje proberen en dan hoop ik dat het nu wel werkt.
Ah, nog maar een keer.